Hey iedereen, Wesley hier. En ja, ik ben weer terug met een gloednieuwe Wesley Review. Ja, ik ben ook heel erg blij dat ik weer een nieuwe video voor jullie heb. En ja, ik heb echt genoten van mijn vakantie. En als jullie al een titel hebben kunnen lezen, ga ik dus een review doen op het videospel Oreo and the Will of the Wisps. En dat is dit spel wat ik bedoel. En dit is een spel die je echt gewoon exclusief kan krijgen op de Xbox One. Nou ja, niet echt per direct op de Xbox One, maar je kunt het ook krijgen op de PC en via Steam. Dus het klopt niet helemaal dat het een. Xbox Exclusive is. Maar in ieder geval het is wel een, een soort spel die je gewoon op de Xbox One kan spelen. Het spel is al sinds maart al uitgebracht. Het heeft even geduurd voordat ik het spel uitgespeeld heb en voordat ik er echt mee kon beginnen. Maar nu kan ik uiteindelijk een filmpje erover maken. En ook uiteindelijk over praten. Dus uh, weet je wat? Genoeg gekletst. Laten we nu meteen beginnen met deze recensie van Ori and the Will of the Wisps. Ori and the Will of the Wisps is eigenlijk het vervolg op Ori and the Blind Forest. En Ori of the Wild Wisp speelt zich af precies naar de gebeurtenissen die afgespeeld zijn in het voorgaande spel. Waarbij Ori samen met zijn familie een klein uiltje adopteren, genaamd Koe. De familie leert Koe om te kunnen vliegen. En op een gegeven moment, wanneer Ori en Koe besluiten om samen te oefenen met vliegen, waarbij ze eindelijk op een eiland terechtkomen waarin ze van elkaar gescheiden zijn. En van draai moet Ori Koe proberen te vinden. En uiteindelijk bleef je met Ori. Een heleboel avonturen op het eiland waar je terecht komt. Het is zeg maar een beetje het verhaal zo samengevat. Ik wil niet te veel verklappen wat er allemaal gebeurt. Want spoilers en zo weet je wel. Ik vind ook de manier hoe het verhaal verteld wordt. Het is gewoon prachtig. Het wordt op een visuele wijze gedaan. Het is heel kleurrijk. Het is echt een geval van show don't tell. Er is wel een beetje een soort van stemacteren, Maar het zijn meer van die geluidjes die elk personage maakt. En er is ook wel dialoog uiteindelijk. En het verhaal wordt ook verteld vanuit een terugblik van een bepaald personage. Ik ga niet zeggen wie dat is, maar. Het is dus een twist waarbij je denkt: van... Wow, weet je wel. Maar in ieder geval, het verhaal is fenomenaal. Het is prachtig. Ondanks dat het een heel schattig uitziend spelletje is. Evenals zo zijn hartbrekende momenten. Wat je emotioneel raakt. En er zijn ook gewoon momenten waar je echt gewoon droef bent. Het maakt je ook echt gewoon droevig, weet je wel. Er gaan personages dood. Er zijn ook momenten waar je gewoon verdrietig wordt. En dus wat ik al zei, het ziet er heel erg prachtig uit. Het is schattig. Het, het is wel een soort spel wat je wel emotioneel achterlaat. Maar ik ben een beetje bekend met de platform genre. Qua gameplay het is het wel echt heel leuk. Het is heel divers en heel complex uiteindelijk. En het feit dat je met Ori van wanden kan springen van bepaalde projectielen en vijanden kan stuiten of zelfs een driedubbele sprong kan maken. vijanden kan vechten. Ik vond het echt heel erg tof. Wel moet ik zeggen dat ondanks dat Ori and the World of the Wisps een spel is voor kinderen boven de 7 jaar. Het is nog steeds wel een moeilijk spel. Zelfs voor kinderen, uiteindelijk. Net als bij Star Wars: Jada vol oor. kun je ook kei vaak doodgaan. En er zullen ook bepaalde momenten zijn dat je bepaalde gebieden niet kan bereiken. Of dat je bepaalde vijanden niet kan verslaan. doordat je vaak doodgaat. En dat is een beetje, wel echt kei lastig. Ik had ook gewoon meegemaakt dat het tijdens het spelen zo enorm pisnijdig werd. dat ik gewoon. Ja, op de bank ging slaan of met mijn controller ging gooien. Ja, dit is een heel frustrerend spel op zo'n moment. Er zijn ook heel veel vaardigheden die je met Ori kan leren. Heeft hij zo'n lichtswaard of kan hij bijvoorbeeld in een bepaald gebied fijn in brand steken of een pijl boog afschieten. Het is heel divers en ik heb niet alles kunnen vrijspelen. Maar het is wel heel divers en je hebt, zo kan je op je eigen manier een eigen speelstijl ontwikkelen. Het ziet er echt heel spectaculair uit, maar je moet wel echt heel goede oog-handcoördinatie hebben om vooruit te kunnen komen met het spel en goede reflexen natuurlijk. Wel kun je maar drie verschillende aanvallen tegelijkertijd uitrusten. Je hebt een heel groot aantal aanvallen, maar je kunt er slechts drie toepassen. En soms moet je af en toe een beetje heen en weer teruggaan naar het wapenwiel om zeg maar een bepaalde waardigheid uit te rusten, zeg maar, om daar gebruik van te kunnen maken. En dat is wel een beetje minder. Er zijn ook van die Power-ups waarmee je ook bijvoorbeeld meer schade toe kan brengen of bijvoorbeeld aan muur vast kan blijven plakken, een driedubbele sprong kan maken bijvoorbeeld, Want normaal kun je alleen een dubbele sprong maken, of dat je bijvoorbeeld een extra energiecel hebt of een extra levenscel, of dat je bijvoorbeeld meer schade aan kan richten bijvoorbeeld, of dat je minder schade oploopt. Het is echt heel uitgebreid en je kan zelf een beetje in gaan stellen van hoe je je eigen speelstijl samenstelt en dat vind ik ook eigenlijk heel erg tof. Er zijn ook wel een paar boss battles. Ik geloof me, de boss battles zijn echt moeilijk, zelfs op middelmatig of makkelijk niveau het is gewoon een kwestie van niet alleen heel veel oefenen en fouten blijven maken, Er zullen ook momenten zijn dat je even vastloopt, dat je denkt van oh ik kan een bepaalde baas niet verslaan of ik kom niet verder bij een bepaald gebied. Want dat had ik ook heel vaak, weet je wel? Op een gegeven moment dacht ik van ja wat moet ik hier nou doen, weet je? En ik kon er echt niet verder komen zonder dat ik gespiekt heb uiteindelijk. Ook kon ik een bepaalde baas niet verslaan omdat ik een bepaalde vaardigheid niet had. En dus dan heb je bijvoorbeeld een vaardigheid nodig waarbij je zo'n enorm fel licht uit kan stralen in het donker. Dus ik wist het zelf ook niet, want ik ging gewoon blindelings gewoon doorheen. En het spel zelf is ook Heel erg een soort open wereldspel, zeg maar. Je komt overal lopen verkennen, zeg maar. En soms kan het wel voorkomen dat je bepaalde gebieden overslaat dat je gewoon direct door het verhaal heen gaat. Om het zo makkelijk te zeggen, het is niet lineair, zeg maar. Dat is niet van begin tot eind, bijvoorbeeld. Het zou misschien wel wat makkelijker geweest zijn, want Het zou het logischer zijn, maar hier is het zo van. Je kunt zelf een beetje je eigen pad gaan kiezen. van waar je wilt beginnen. van waar je heen wilt gaan uiteindelijk. kan een beetje verwarrend zijn. zelfs als je helemaal nieuw bent met dit spel. Maar het is wel een grote wereld. wat leuk is om te verkennen. Maar een beetje een Line Erendijn zou misschien wel handig geweest zijn. De personages in het spel zijn ook keihard leuk. Ori, ik vind het echt een heel lief. geestachtig wezentje, zeg maar. Ori is echt het soort personage. dat voor het merendeel heel stil blijft. en die praat amper. Je merkt al gewoon aan Ori. dat het echt gewoon echt een heel lief. Wees is maar al te graag wil helpen. En ik komt nog andere personages tegen, bijvoorbeeld uh, de, zeg maar, de ouders van Ori, zeg maar. Jammer genoeg zie ik dat niet echt terug, want bijvoorbeeld in Ori and the Blind Forest hebben we wel een betere introductie van de ouders van Ori. In dit deel zie je dat niet zo heel snel terugzien, maar dat was ook wat meer, meer benieuwd dan, want ik ben heel erg nieuw naar het spel en ik wist... Van, dit, van het voorgaande deel niks van af. En bijvoorbeeld Koe, het kleine schattige uiltje. Ja, ook een leuk personage uiteindelijk. Als je hem kwijtraakt, het is hartverschurrend, weet je wel. En dan denk je wel van oh, dat is zo zielig, weet je wel, als je dat uiltje kwijtraakt. En dat uh, is net een soort vriendje voor je, weet je. En ook vooral de boodschap rondom familie en liefde en hoop. Er zitten zoveel thema's in dit spel verwerkt. Het is niet een soort doorsnee kinderspelletje zeg maar wat gewoon daar is om kinderen te vermaken of zo. Het probeert echt gewoon een goed verhaal te vertellen. En ik heb mijn zusje van 11. die heeft dit spel ook gespeeld, maar ze vond dat bepaalde stukken erg langdradig aanvonden. En dan bedoel ik vooral de cutscenes. De cutscenes zijn echt mooi. zien er echt visueel ge gebied ook heel mooi uit. Kleurrijk, wat ik misschien al eerder opgenoemd heb. Maar ze konden wel heel erg aan de lange kant zijn. Het is alsof ik dan op een bepaalde manier naar een animatiefilm aan het kijken ben, weet je. Want ik denk dat Ori en The World of the Wisps weet je wel, de Ori-spellen als animatiefilms echt goed zouden doen. Ik zou echt gewoon geld ervoor willen betalen. Om het in de bioscoop te zien. Is dus echt visueel gebied. Echt gewoon prachtig om naar te kijken. Wel moet ik ook wel zeggen. Er waren ook af en toe glitches zeg maar. Dat het spel van die verstoorde geluiden aan het maken is. Vooral als ik van een soort van. Wespachtige wezens tegenkom. Die maken zo'n heel zoemend geluid. En op een gegeven moment komen ze allemaal tegelijkertijd op je af. En dan krijg je zo heel veel stofgeluid. Dat blijft zo echt echo tijdens het spelen. Er waren ook wel eens momenten dat het spel ging crashen, zeg maar. En dat vind ik ook wel een beetje wat minder. Maar desondanks dat Orion the Will of the Wisp is een prachtig spel, met een mooi verhaal die op visuele wijze verteld wordt. Het weet je wel op emotionele wijze echt gewoon keihard te raken. Het ziet er heel mooi uit, schattigheid. Wees ook op voorbereid dat je misschien zal huilen of dat je denkt van, dat je echt gewoon gebroken achtergelaten zal worden. Maar desondanks dat, het is wel de moeite waard om zeker te checken. En om zeker om te spelen. Ik denk dat dit spel wat makkelijker te spelen is op een Xbox One dan bijvoorbeeld op een computer met toetsenbord en muis. Maar ja, dat is puur mijn eigen mening, want sommige spellen vind ik iets beter spelen op een console dan op een computer bijvoorbeeld, maar dat is puur mijn eigen mening. De gameplay is echt gewoon geweldig. Wel erg moeilijk, zelfs voor een kinderspelletje, zeg maar. En het feit dat je zo vaak door kan gaan, ja, dat kan heel frustrerend zijn. Een beetje tegenproductief zijn, uiteindelijk. Maar het is wel zeker de, weten de moeite waard als je het spel helemaal uitspeelt. En soms zijn er ook momenten dat je gewoon even moet spieken op YouTube van hoe je dingen moet bereiken zeg maar van hoe je bepaalde eindbaas moet verslaan dat is wel jammer dat hij dat niet direct vanuit het spel um, ach, weet te achterhalen maar daarom is dat een prachtig geweldig spel Ori and the will of the wisps krijgt daarom van mij een 8 min tot een 8 nou dat is mijn recensie van Ori and the will of the wisps op de xbox one maar wat vind je trouwens van het spel vind je het goed spel of geen goed spel en waarom? Ik ben heel erg benieuwd naar jullie mening. En misschien kan ik ze zelf ook wat opsteken. En als jullie denken: van, hé, hey, ik ben heel erg benieuwd naar dit spel. en ik wil het graag zelf ook spelen op mijn Xbox One. Ik zet een linkje in de beschrijving zodat je het spel kan bestellen. En ik zie jullie de volgende keer weer terug in een goed nieuw video van mij. Oké? Okay? Doei doei!